Werken langs de Waal, industrieel erfgoed in Nijmegen, komt het rijke industriële verleden van Nijmegen aan de orde. 24 industriële gebouwen, complexen en terreinen worden nader besproken. Werken langs de Waal is een boek met fraaie architectuurfoto's en nooit eerder gepubliceerd archiefmateriaal. Samen met Michiel Kruidenier zijn we de projecten gaan selecteren die in het boek komen. Die in het boek staan. En toen ben ik gaan kijken van wat kan ik op met deze projecten voor bijzondere fotografie maken. We hebben zeg maar die gebouwen een beetje geclusterd aan de hand van bedrijfstakken. Nee, dus het gaat over voedingsmiddelenindustrie, maar ook over huishoudelijke producten, van zeep tot schoenen, nou ja, noem maar op. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.